zo, dat soort gitarist ben ik. Zo, ik ben iemand die gitaar speelt om zelf te begeleiden of om andere mensen te begeleiden en niet noodzakelijk omdat ik een soort virtuoos op dat instrument wil zijn. Zo van, ik kan door de jaren heen heb ik wel geleerd om een solo te spelen en ik doe dat ook wel eens graag, maar dat is niet mijn main focus als ik een gitaar vast heb. Zou je dan ook kunnen zeggen dat niet alleen uw main focus, maar dat dat ook uw geluk niet is? Ja, waarschijnlijk wel. Je kunt natuurlijk niet kiezen wie dat je bent of zo, maar, nee. Maar ik ervaar het wel als iets dat mij bij de bands dat ik bijspeel of in studio werk dat ik doe, het helpt mij wel om ten dienste te staan van een nummer. Ja. Zo, ja. Als een songwriter een liedje heeft geschreven en dat je... Dat zijn de akkoorden, dan zal ik daar nooit geweldig over beginnen soleren, maar dan zal ik eerder iets zoeken om als tokkel. Ik zal dat proberen met die klassieke invloed dat je toch hebt ondersteunend om die een tokkel te doen, ondersteunend, ja. Maar een beetje opgesmukt. Ja. Dat is eigenlijk... Maar de essentie van de song gaat over de tekst, gaat over de melodie. Ja. En hetgeen dat jij toevoegt, is wat kleuren eigenlijk. Ja. Dus dat mag eigenlijk, wat mij betreft, mag een instrument nooit... Allee, nooit. Is die gitaar die ik onder een liedje speel altijd een dienste... Mm-hmm. En misschien een beetje netter getokkeld dan de songwriter het zelf zou doen. Of misschien iets meer aangekleurd qua harmonie. Ja. Dat is ook een akoestische gitaar. Als ik begeleiding moet doen voor Milo of voor andere mensen in de studio, voor Bart Peters of zo. Ik speel heel veel de akoestische gitaar op zijn album zien. Dan speel ik niks. Zo onder zijn laatste single zit dit soort begeleiding. Zo. Dat is niks dat is niks virtuoos of dat niemand niet kan. En, dat is en ik denk dan van dat is volgens mij wat Bart wil op dat liedje. En hij kan dat zelf misschien net niet spelen. Ja. En ik kan dan iets beter gitaar spelen om dat soort ideeën in de studio te zetten. Ja. Kijk, je weet, ik zit in het onderwijs. En songwriting vind ik dat een vak zou moeten zijn voor iedereen. Niet alleen om een songwriter te worden, maar ook om te begrijpen als begeleider wat je moet toevoegen aan een songwriter. Ja, absoluut. En ook soms om een optie te kunnen geven. Hè. Dat wordt er straks in ons... Voorbereidend gesprek, even bezig over iets dat jij ook doet en waar ik soms ook voor gevraagd word, is een soort songdokter te zijn, om er maar een naam aan te plakken, is omdat natuurlijk sommige liedjeschrijvers hebben misschien iets minder theoretische achtergrond en komen soms niet verder dan die reeks. En dan kun jij wel dingen aangeven, nou zeggen van, je gaat van je E-mineur naar C. Maar je kunt ook op die E-mineur en die C, die E in de bas houden. Dat kan en dan krijg je een andere sfeer. De bas kan dat blijven doen. En dat zijn allemaal dingen die... Dat is een beetje songdokter zijn. Ja. Dat is niks veranderen aan het liedje. Dat is gewoon laten zien van... Er zijn misschien nog andere... In die D kunnen misschien ook... Deze pakken in de plaats, dat kan. Je gaat je melodie niet moeten veranderen, maar je krijgt een andere sfeer. En misschien kun je vandaar logischer naar je pre-chorus die dan daar start. Dat zijn zo harmonische dingen aanreiken. Dat vind ik heel plezant. Eigenlijk sociaal muzikant zijn. Sociaal muzikant zijn, voilà. Nee, elkaar erin helpen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja. Nee, want het is... Ik zal nooit... in een nummer een akkoord proberen te veranderen, gewoon om dan te kunnen zeggen van ik heb het meegeschreven of zo. Ja. Nee, maar ik weet dat... Ja. Nee. Maar ik weet dat er bij jongere songwriters die vaak in de
Allee, als we dan technisch in de 1-6-4-5-achtige... Is dat er... Er wordt quasi nooit meer aan gedacht als je in sol zit, dat je ook gewoon naar F kunt gaan. En dat dat ook schoon kan zijn. En dat zijn dingen die je dan mensen zoals jij en ik misschien moeten aanreiken. Ja, ja. En dat zal dan 9 keer worden afgevoerd of zo. Maar ik vind dat, ja, dat is misschien toch een plicht aan mensen zoals wij om af en toe te zeggen, maar je kunt andere dingen doen met muziek. Hè. Nu, er juist zeiden, het is niet om mee te schrijven. Hè? Nee, en, niet noodzakelijk. Nee, maar dat kan, denk ik, soms als sessiemuzikant, maar ook als songdokter, kan dat soms misschien ook... moet ik zeggen, een wrang gevoel geven van oh, die ene gaat met alle glorie lopen, met alle geld lopen. Nee, ik vind... Goh. Kijk, dat is een... Ik ben al heel lang studiomuzikant, sessiemuzikant. Ja. En dat is natuurlijk van in hoeverre is iets... wordt iets een deel van een nummer. Ja. Ik vind als ik... als de Bart Peters Brood voor morgen vroeg schrijft. Dan vind ik niet dat ik, omdat ik die tokkel wat opsmuk, dat ik mee heb geschreven aan dat nummer. Ja, ja. Natuurlijk, als we bij Milo en hij schrijft Howling at the Moon en ik schrijf De Hoek. Ja, ja dan vind ik wel dat ik een stukje... Ja. Maar dan moet je dat ook gewoon durven zeggen. Ja, ja. Je moet erover durven spreken en je moet ook... Ja, je moet erover communiceren. Ja. Natuurlijk als... Maar dat is soms een moeilijke lijn. Want in hoeverre is een bassist of een baslijn of een drumbeat typerend? Ja. Dat is heel moeilijk. Dat is een heel moeilijke discussie. Ja. Straks komt Luc Hulink hier. Ik weet niet of je Luc kent. Ja, ja. Van naam, ja. Van naam. Nee, maar wij zitten bijvoorbeeld in Gent met een muziekproductieafdeling. Mm-hmm. En er zijn geen rechten voor wat die gasten allemaal bijdragen. Dus dan spelen die mee op de single of bij de opname om toch nog iets mee te pikken. Mm-hmm. En soms is een producer enorm belangrijk. Of jij als sessiemuzikant met hetgeen dat jij toevoegt. Mm-hmm. Wacht, hè, maar en wat wil je... Dus... Nee, wel, dus het is soms moeilijk hè, die lijn te trekken van wat is uw invloed? Ik vind, voor mij is dat een redelijk duidelijke lijn. Hè, van als jij een liedje hebt gemaakt en je wilt dat opnemen en je zegt van oké, ik wil daar gitaar op, ik bel een Tom, dan kom ik naar u. Ja. Dan spreken wij een prijs af wat dat er u gaat kosten voor mij te laten spelen. Ja. Dat is mijn sessieprijs. Daarnaast, als dat nummer gespeeld wordt op de radio, is er playwright. Ja, nu, Nu, oké. Okay, dat was daarvoor ook al uradict. Oké, ze deden misschien niet wat ze moesten doen, maar dat bestond. Ja. Nu heb je playwright, alle landen hebben zoiets. Ja. Dus ik vind dat ik daarvoor vergoed word. Ja. Als effectief, als ik je nummer zo aanpas of zo'n hoek geef, dat je... Als ik... Met dat... Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. En dat wordt een hoek van heel uw lied. Ja, oké. Dan moeten we het eens over hebben. Maar ik vind niet noodzakelijk dat... Alles omdat jij de 4 akkoorden op een tof klankje speelt. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is heel duidelijk. De rol van de producer is trouwens wel... Als je zo ziet, Milo werkt heel vaak met jonge, hippe producers. Hè. De gasten met een Ableton die eigenlijk een heel ding maken. Dat is songwriting, maar dat is tegelijkertijd ook al productie. Hè, want daar zitten ook al de hoeks in en het gaat toch vaak over de klank ook. Ja. Maar die zitten daar dan wel ook mee in als songwriters. Ja. Ja. Vaak. Nee, maar ik vind het een heel duidelijke stellingname die je... Ja, ik vind dat eigenlijk redelijk... En ik vind ook altijd, als je je onterecht behandeld voelt, dan moet je erover praten. Ja. Dan moet je durven zeggen. Ja. Want ik weet ook dat... dat er al dingen zijn geweest, vroeger, waar ik iets speel, dat inderdaad dan toch een soort mainhook blijkt te zijn, dat je achteraf... Dat is nog te verdikken, dat ik misschien toch iets van moeten zeggen. Ja.
die ervaring de leerde dan uit. Ja, ja. Maar dus, je hebt het verhaal van de sessiegast die... hoe heet dat nu? Van Europe? Ja, de Final Countdown. De Final Countdown. Ja. Dus er is het verhaal, dat dat dan 100% waar is, weet ik niet, maar dus er is de gast is dat komen inspelen, een sessietoetsenist. Ja. En dus die heeft heel die lijn gevonden. Ja. En ze hebben hem achteraf gevraagd van, hey, dat is wel, amai, het is wel een serieuze hoek. We wilden mee tekenen voor het nummer, ja. Of zullen we gewoon de sessie betalen? Ja. En hij heeft gezegd, betaal mij de sessie maar. Ja. Ja. Ja, dan is het gepasseerd. Ja, dan is het gepasseerd. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk... In de eerste plaats maakt de muziek... Voor het plezier van de muziek. Is het voor de muziek en voor dat beter te maken. Maar ja. Natuurlijk dat je zakelijk omkaderd moet zijn. Ja. Ja. Moeilijk, hè. Dus je staat daar vaak als muzikant, sta je ook alleen. In sommige gevallen tegen een grotere platenfirma. Of... Ja. Dat is niet altijd even makkelijk. Nu, je bent een hele goede gitarist, hè? Dat mag ik toch wel zeggen. Ja, een hele goede. Er juist heeft iets raars gezegd voor mij, maar ik versta het wel. Je hebt gezegd, als ik soms songs schrijf, ga ik liever aan de piano zitten. Ja, meestal schrijf ik wel met gitaar. Ja. Maar het nadeel als je iets als je een instrument te goed kent of te goed beheerst, heb je soms te veel opties. Ja. En kijk je soms niet meer direct naar de. Naar de gemakkelijkste optie. Soms. Als je een instrument te goed beheerst, dan is je reflex om te zeggen van het liedje is gewoon. Sol en do. Ik denk van, joh, is dat niet wat saai? Hè? Moet ik nu niet... En je zit al snel te ver, terwijl iemand als, ik zeg maar, Bruce Springsteen, die gaat met die twee akkoorden een nummer schrijven. Ja. Ja. En gaat niet nadenken, maar is dat dan wel te veel of te weinig? En dat voordeel/nadeel heb je niet als je op een instrument componeert dat niet je hoofdinstrument is. Ja. Ja. Maar de piano, ik beheer ze dan niet goed genoeg om daar uptempo liedjes bij te maken, omdat ik te lang moet nadenken over... Dat blijven dan altijd ballads. Ja. Dus meestal schrijf ik toch op gitaar. Hè. Ja, ja. Oké. Okay. Er juist staat uw misnaar... Het wat te laag. Ja, het is wat te laag. Speelt jij soms met scordatura bij andere stemmingen? Scordatura, heet dat zo? Ik ben lesgever, ik moet het juiste woord. Ja, ik speel heel veel, ik speel heel veel met andere stemmingen, omdat ik ben zo niet een fan van virtuose gitaristen zoals Satriani of Ifai. Ik ken dat ook niet. Oké, hier stopt het gesprek. Ik zeg ook niet dat dat niet goed is. Ik ken dat niet. Dat is ook niet iets dat ik thuis opzet. Soms zie je wel eens iets passeren of laat iemand iets zien. En dan kan ik daar enkel met open mond van verstomming naar kijken van wat mensen allemaal kunnen op een instrument. Maar ik ben zelf meer, zo, als het dan over elektrische gitaar gaat, fan van slide guitar of gasten gelijk Ry Cooder of... En dan zit je heel snel met scordaturen. Yes. Ja. Met andere tuningen. Heel vaak drop D. Ja. Dus heel vaak, soms ook... De sol, maar dat zijn... Dan zit het toch al. Een beetje in dezelfde. En heel af en toe doe ik ook wel eens echt zo Joni Mitchell-achtige, uitgebreidere tuningswissels. Maar dat is moeilijk om te switchen? Ja, dat duurt wel even. Ja. Soms. Maar ik speel. Ik vind het ook heel plezant om exotischere gitaarvarianten te spelen. Ik speel pedalsteel ook een beetje. En daar zitten natuurlijk met een soort tien snaren. Dat zijn tien snaren.
ik heb hem niet bij, maar dat staat in een E9-tuning. Ja, ja. En dat is eigenlijk Si, Re, Mi, Fa, Kruis, Sol, Kruis, Si, Mi, Sol, Kruis, Re, Kruis, Fa, Kruis. Ja. En daar heb je dan 3 voetpedalen, 4 kniepedalen, die het snaren ofwel een halve ofwel een halve naar beneden doen. Dat is toch rekenwerk? Ja, maar dat is heel, maar ik vind dat al heel plezant, omdat je hebt dan op 1 positie kunnen echt 12 verschillende akkoorden echt pakken. En dat is altijd even wennen. Dus als ik een gitaar helemaal verstem naar een soort Joni Mitchell-achtige tuning, dan zal ik wel even 5 minuutjes nodig hebben van, ah ja, juist daar zit dat weer. Maar dat kan wel plezant zijn. Zo. Ja. Ja. Nu zing ik ook als jij stemt. Ja. Je hebt geen bakje nodig. Hè, ja. Nee, heb jij een heel goed absoluut gehoor? Nee, ik heb zeker geen absoluut gehoor. Maar wel een heel goed relatief gehoor. Ja, ik weet dat niet. Jawel. Ja? Het ding is natuurlijk... Maar daar komt op iets. Gitaarstemmen, dat is... ja. Dat is haatliefde. Ik doe dat al heel mijn leven zoveel. Ik word er zot van. Ja. Maar het is onontbeerlijk. Ja. En zeker in de studio. Ik was gisteren nog in een sessie... iets voor een nieuw programma, een trailer die moest opgenomen worden. Mark Bonne was een drummer, Vincent Pier is de bassist, Remco Kuhne toetsen en ik gitaar, dus een goed bandje. En je weet van, oké, we hebben hier 2 uur om dat allemaal in te spelen. Was hè, een titelsong en dan nog een paar afgeleiden. Ja, dan weet je van, kijk, je hebt hier niet... Je hebt geen 2 uur enkel en alleen om akoestische gitaren op te nemen. Van, jij zit mee in die ritmesectie, ja. Dus als de Mark Bonne hier de juiste take speelt, moet mijn gitaar erbij staan. Ja. En dus is een impeccabele tuning van levensbelang. Ja. Dus ik zou elke gitarist aanraden, uw eerste pedalletje ten allen tijde is een tuner. Ja. Ja. Dus als je een pedalletje vraagt voor kerstmis, het is niet het meest sexy pedalletje. Nee. Maar geloof mij, de luisteraars zullen blij zijn. Ja. Ja, dat is... En toch zie je dat nog heel vaak niet. Ja. Zie je nog heel vaak zo gitaristen die een bord hebben met allerlei wonderlijke pedalen, waar ik ook van hou, hè, van effectpedalen en zo, maar dan de tuning wat uit het oog verliezen. Dat is stom.